De belofte van First Lady Ingrid Bouterse-Waldering om Paramaribo te voorzien van een bijzonder uniek en toeristisch trekpleister is ingelost. In de aanwezigheid van ambassadeurs, overheidsvertegenwoordigers en andere genodigden is gisteren de Wakapassi Craft & More officieel geopend. Op de locatie aangrenzend aan de Palmentuin zijn er 24 cabanes opgezet waar ondernemers de gelegenheid hebben hun waar te verkopen. Allerlei vormen van craft zullen op deze plek worden aangeboden. Het is eindelijk zover. Een droom van mij is uitgekomen. Overal waar ik ging, vroegen de dames naar een plek waar zij hun craft kunnen verkopen, zei First Lady Bouterse-Waldering. Haar enorme blijdschap voor het verwezenlijken van de Wakapassi schuift zij niet onder stoelen en banken. President Desiree Bouterse heeft tijdens zijn toespraak zijn bewondering voor de bijzondere gedrevenheid van de First Lady bij het uitvoeren van het project uitgesproken. Hij noemde onder andere de efficiëntie, doelmatigheid en nauwkeurigheid waarmee zij haar werk uitvoerde. Als we samenwerken, kunnen we tot grotere hoogtes komen, aldus het staatshoofd. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei dat de Wakapassi in alle opzichten een aanwinst is voor het stadstoerisme. Verrier is ervan overtuigd dat dit trekpleister een enorme spin-off effect zal hebben voor alle attracties eromheen. De Palmentuin, bloemenmarkt, hotels, restaurant, transportsector en ondernemers.